sowieso tijd om weer in de auto te stappen en naar mijn moeder te gaan. Ik zou op de fiets kunnen gaan, waar het niet. Zo, nou, op twee dingen na is hier alles klaar. Mijn zus en zwager zijn onderweg hierheen, die appten net, we komen eraan. Dus, ik zei 7:30, ik bedoel 6:30. Maar de magnetron stond nog op 7:30, kijk, het is 6:30. Die stond nog op 7:30, dus die staat nu ook op tijd. Goedemorgen, deze zaterdagmorgen. Ik ben de krant aan het lezen. Ik heb een bekertje drinken en ik wacht tot mijn eitjes gekookt zijn. Die zullen zo wel klaar zijn. Mijn moeder heeft zo'n eierkoker. Ik heb dat zelf niet, ik doe dat thuis in een pannetje. Maar dit is ook wel... Gooit er water in en het wordt vanzelf gekookt. Raafje en ik hebben al gelopen. Het is een beetje triestig weer buiten, vandaar ook de lamp die aan is. Het lijkt de hele dag te gaan regenen. Maar goed, ik heb genoeg op de planning staan. Want mijn moeder mag dinsdag naar huis. Dus dat betekent dat er boodschappen gedaan moeten worden. En hier in huis moet nog het een en ander geïnstalleerd worden. Dus daarvoor komen mijn zus en zwager morgen om daarmee te helpen. Nou, je moet er even voor zorgen dat het huis aan kant is. Weet je wel, dat er niet direct schoongemaakt moet worden en zo. Dus daar ga ik me vandaag en morgen mee bezighouden. Ik moet nog een video editen. Twee zelfs. Dus dat ga ik ook nog doen. En nu ga ik eens even lekker de krant lezen en ontbijten. Dus dat lijkt me ook wel lekker. Twee gekookte eitjes. Zo, weer terug. Wat een druilige dag is het vandaag. Raafje die wil ook echt niet lopen met dit weer. Maar ik heb al inmiddels de boodschap gedaan voor mijn moeder. Ik heb spullen die boven staan die naar beneden moeten opgehaald. Want in eerste instantie mag ze wel trap lopen, maar vindt ze dat nog een beetje spannend. Dus blijft ze nog wat meer beneden en gaat ze zeg maar alleen in naar boven als er iemand is. Vind ik wel heel verstandig. En dus dat heb ik gedaan. En nu zit ik heel eventjes met een glaasje drinken. Ik zal meteen even lunch maken. Ik heb lekkere salade. Hoe heet dat? Celery salade. Dat heeft mijn neefje gisteren meegenomen. En dat ga ik lekker op mijn broodje doen. Heerlijk gewoon. Ik hou daarvan, van celery salade op brood. Straks even tanken met mijn eigen auto. Want die begint ook te vragen van hallo, mag er wat benzine in? En ik ga kijken of Raafje nog stiekem een rondje wil lopen. Maar ik gok erop van niet. Het is niet heel harde regen gelukkig. Maar wel zo'n dadig dat je er goed nat van kunt worden. Zo, tijd om weer in de auto te stappen en naar mijn moeder te gaan. Ik zou op de fiets kunnen gaan, waar het niet. Dat het nog steeds zeikweer is. Dus ik ga met de auto. Ik ga die kant op rijden. Dan ben ik daar weer, nou 1 of 2 uur ligt er een beetje aan. Of er nog andere mensen komen enzovoort. En dan ga ik even bedenken wat ik vanavond ga eten. Ik neig heel erg naar om even naar Urk te rijden om vis te halen. Dat vind ik wel heel erg lekker om dat als avondeten te eten. Maar ik weet het nog niet, ga het wel zien. Er komt vanzelf wel iets op mijn pad, denk ik. De buurvrouw die wenkte me net ook al van of ik daar wilde eten. Dus komt allemaal wel goed. Nou, inmiddels was het al avond. Ik heb mijn haar omhoog gedaan, want ik ga lekker douchen. En daarna ga ik lekker op bed nog een poosje tv kijken. Ik weet nog niet wat er is. Ik heb net jachtseizoen gekeken. Ik denk niet dat ze het tactisch hebben, slim hebben gedaan. Heb ik nou weer hier. Oh, is weer. Ze hadden... hoe heet dat? Texel hielp daar niet mee, het vliegveld. Wat is op zich wel jammer. Maar goed, ik ga zo meteen lekker wat tv kijken. En dan proberen wat later in slaap te vallen vandaag. Want vannacht gaat de klok een uurtje terug. Het is een najaar, dus gaat de klok naar achteren. Ja, dan moeten we wel even... ook iets later gaan slapen, anders ben ik morgenochtend om 5 uur wakker. In plaats van om 6 uur. Of eigenlijk liever nog wakker om 7 uur. En dan graag wel in wintertijd. Dat zou leuk zijn. Ik gok niet dat dat erin zit. Mezelf kennende, ben daar heel slecht in. Maar ik ga lekker even douchen. Goedemorgen, deze zondagmorgen. Lekker gedoucht al. Het is 8:15. Ik was heel vroeg wakker. Ja, niet super, super, super vroeg. Gewoon... 6 uur, zeg maar. Mijn gewone tijd dat ik morgen ook op moet staan. Dus dat was helemaal prima. Raafje staat lekker te eten. Ik ga zo een broodje in de oven gooien. En daarna ga ik hier de spullen alvast opruimen. Want vanmiddag ga ik weer naar huis. Maar niet voordat ik nog een keer naar mijn moeder ben geweest. En mijn zus en zwager komen straks om die dingen die daar liggen.
Dat kun je niet zien, denk ik. Dat zijn twee handvaten om die aan de trap vast te maken. En nou ja, dan is alles eigenlijk klaar voor de komst van mijn moeder in het huis. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar goed, ik ga even lekker wat drinken maken voor mezelf. Daar heb ik zin in. En ik ga eventjes een broodje afbakken. En dan lekker even af laten koelen. Want ik heb paté erop. En ja, dat moet even af. Zo. Nou, op twee dingen na is hier alles klaar. Mijn zus en zwager zijn onderweg hierheen. Die hebben er net, we komen eraan. Dus dat gaan we ook nog fixen. Ik heb alles alweer bij elkaar gezocht aan boodschappen en dingen die ik hier mee heen genomen had. Die weer terug kunnen. Een Arabische voer moet ik nog even pakken en zo. Maar een ding uit de koelkast. Maar verder is alles nu geregeld. Ik ga even gauw Raafje een plasje laten doen. Dan, ze zijn hier met een kwartiertje, dus kan ik nog net even een heel klein rondje lopen. Zo, weer lekker thuis. Kuchelend er wel. Maar fijn dat mijn moeder bijna weer thuis is. Raafje ligt ingewikkeld op een deken op de bank. Want de kachel was nog niet aan. Die gaat aan als ik thuis kom. Of meestal als ik op een bepaalde afstand van huis ben. Dus het is hier inmiddels wel lekker 19 graden, maar hij had het nog koud. Ik ga zo eens even bedenken wat ik ga eten. Het is inmiddels 6:30. Ik heb nog niet bedacht wat ik wil eten. Emily heeft al wel gegeten. Ik zie nog twee broodjes liggen. Dus ik denk dat ik gewoon lekker een broodje met kaas maak. Dit bolletje met kaas. Oh, en ik heb nog soep. Nou, dat is simpel. Tomatensoep en twee witte bolletjes met kaas. Hoe makkelijk kan het zijn op een dag? Soms moet je niet te ingewikkeld willen. Nee, dat wil je echt niet. Maar ik heb inmiddels wel alles opgeruimd. Ik heb weer een berg was, zag ik al. Dus daar ga ik vanmorgen maar even bezig mee houden. Ik heb voor school nog even wat dingen gedaan. Dat is ook alweer klaar. Maar nu is maar eens even een avondeten. Ja, het gekke is, eigenlijk heb ik helemaal geen honger nog. Want ik heb vanmiddag vrij laat gegeten. Maar ja, nu toch maar even wel. Want het is volgens wintertijd 7:30. Ik zei 7:30. Ik bedoel 6:30. Maar de magnetron stond nog op 7:30. Kijk, het is 6:30. Die stond nog op 7:30. Dus die staat nu ook op tijd. Nu is denk ik alle klokken in huis. Zijn wel op tijd, maar mijn wekker gaat tegenwoordig automatisch, want het is natuurlijk een Google wekker. Dus ja, nou, ik heb nog een beetje, geen zere keel of zo, maar een beetje een rauwe keel van al het gehoest. Dus ik hoop dat dat nog een beetje wegtrekt. Verder voel ik me eigenlijk wel weer heel erg fit en gezond en lekker en zo. Maar nu nog even mijn stem anders, dat zou fijn zijn. Dat klinkt nu als nou een bron weer af. Nou, ik moet zeggen dat Expeditie Robinson met nu weer nieuwe eilanden nog ingewikkelder te volgen is. Echt. Ik snap ook eigenlijk niet waarom het zo ingewikkeld moet, als ik heel eerlijk ben. Maar dat ligt waarschijnlijk helemaal aan mij, gok ik zomaar eens. Staat hier nog een wasje op het bed? Dat ga ik opvouwen. Ik zet Dart er nog even aan. Je weet maar nooit of er nog wat leuks op gebeurt. In elk geval is de regen hier nu weg. Dat was fijn. Kon ik lekker met Raven lopen. Maar ja, was een natte bedoeling toen ik hier kwam. Vanmiddag. Wat ben je aan het snuffelen? De bedoeling is dat je in je mand gaat. Goed zo. Ga ik wassen. Ja, en met het haar al op zolder. Want ik wil zo onder de douche stappen. Dus dan heb ik maar altijd even een knotje. Ik denk dat doe ik alvast. Ben ik de video nog even aan het editen. En dan kom ik tot de conclusie. Dat ik een verkeerde SD-kaart heb gebruikt. Ik denk dat ik per ongeluk. Ik heb bij mijn moeder nog een paar SD-kaartjes liggen. En daar heb ik er één van gepakt. En die is dus klaar. Ik mis beelden. Dat zei ze. Het is niet anders. Ik mis in elk geval heel veel van de zaterdag. Want ik heb veel meer gefilmd. Maar goed, het zij zo. In elk geval was het wel een heel fijn weekend. Want heel veel dingen kunnen regelen voor mijn moeder. Dat is natuurlijk super fijn. En inmiddels is het dus maandag en morgen mag ze naar huis. Dus nog één nachtje in het revalidatiecentrum. En dan mag ze lekker naar haar eigen huis. Alle dingetjes zijn gefixt. Ik heb voor morgen voor haar al een hele mooie bos bloemen besteld. Die komt naar hun toe. Of naar haar toe, moet ik zeggen. Gewoon bij een lokale bloemisterij besteld. Want ik hou ervan om de lokale middenstand daarop te steunen. Dus ik heb gewoon gebeld. En van jongens, ik wil graag een bos bloemen afleveren. Kunnen jullie dat op een of andere manier fixen? Dat konden zij. Ze bleken daar zelfs een website voor te hebben. Dat wist ik helemaal niet. Maar het is nu gelukt, dus het is heel fijn. Dus dat komt morgen nog bij haar. Maar ja, het was weer een fijn weekend. Ik ben dus wel heel veel heen en weer gereden. Van naar mijn moeder. Ik ben met mijn zus geweest natuurlijk. Ik heb boodschappen gedaan. Opgeruimd in huis. Schoongemaakt. We hebben een trapleuning geïnstalleerd. Aan de rechterkant. Aan de linkerkant zit wel een trapleuning. Maar nu zitten aan de rechterkant ook twee van die soort beugels zijn het. Waardoor je dus een trapleuning hebt. Kun je veiliger de trap op en af. En dat is in dit geval natuurlijk wel heel erg belangrijk. Dat je gewoon veilig
de trap op en af kunt. Je moet niet van de trap vallen. Zeker niet met zo'n spliksplinter nieuwe heup. Dus ja, dat is fijn dat dat allemaal gefixt is. Ik ben daarna naar huis gegaan en s'avonds heb ik eigenlijk ook niet meer veel gefilmd. Ik was ook best wel heel erg moe, want het kost evengoed heel veel energie. Ook het heen en weer rijden kost natuurlijk energie. En dat geeft niet, dat is helemaal niet erg. Maar ja, het zorgt er wel voor dat ik lekker op tijd in mijn bed lag. En ook als een osje heb geslapen vannacht. Maar dat kunnen jullie allemaal zien in de vlog van morgen. Want die is er natuurlijk gewoon, de maandagvlog. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik wens je een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk jij nou 's avonds, dan slaap lekker, mooie dromen. Ik ben er morgen weer in een hele nieuwe video. Ik hoop jou dan ook te zien, dus tot dan. Dankjewel voor het kijken nogmaals. En vergeet niet om hieronder te reageren. Dat vind ik super leuk. Mocht je nou nog geen abonnee zijn, overweeg dat dus. Het is helemaal gratis, het kost echt niks. Even op abonneren klikken. Dan vragen ze om een Google-accountje. Nou, die kun je gewoon gratis aanmaken. Daar hoef je verder niks mee. Ik heb er zelf ook een aantal. Alleen maar handig om te gebruiken. In elk geval, nogmaals dankjewel.